In maart 2018 verscheen een verrassend en intrigerend boek van Jaap Ruseler bij uitgeverij De Morgenster. Het mysterie rond Francis Bacon. Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de klassieke Rozenkruisers? Jaap Ruseler zit hier naast me en gaat in op een aantal vragen. Jaap, wie was nu eigenlijk Francis Bacon? Ja, Francis Bacon was een heel bijzonder mens. Die leefde in Engeland van 1561 tot 1626. Waarom zo bijzonder? Omdat hij een groot ingewijde was die het als zijn opdracht beschouwde om in de Engelse Renaissance een groots plan te ontwerpen voor de verdere ontwikkeling van de mensheid. Hij is slechts bekend als wetenschapper, filosoof en schrijver van essays. Maar hij was veel meer dan dat. En dat wil ik graag in mijn boek uitleggen. Hoe kwam je ertoe om een boek te schrijven over Francis Bacon? Toen ik meer dan 25 jaar het leven en werk van William Shakespeare en Francis Bacon had bestudeerd, en na mijn contact met de internationale school van het Gouden Rozenkruis de Rozenkruisersmanifesten las, ging ik hiertussen allerlei verbanden zien. Ten slotte wilde ik mijn ontdekkingen graag delen met anderen. En zo ontstond het idee om een boek te schrijven. Hoe ben je te werk gegaan bij het uitvoeren van je onderzoek naar Francis Bacon en zijn werk? Eerst heb ik veel van de werken van William Shakespeare en Francis Bacon gelezen. Daarna las ik allerlei boeken over Francis Bacon en over William Shakespeare. Daaruit maakte ik aantekeningen en ik selecteerde de boeken waarvan de schrijvers het naar mijn idee bij het rechte eind hadden. Ik las weer werken van Shakespeare en Bacon en maakte weer aantekeningen. Ik las spirituele werken waarin ik verbanden vond met het werk van genoemde auteurs. Ik begon steeds meer verbanden te zien en dit verheugde me zeer. Tot het me duidelijk werd dat de Rozenkruisersmanifesten ook onderdeel waren van Bacons grote vernieuwingsplan. Ja, een belangrijk aspect van het levenswerk van Francis Bacon staat bekend als The Great Instauration. Je schrijft er veel over in je boek, maar wat bedoelde Francis Bacon eigenlijk met The Great Instauration? Ja, The Great Instauration, vertaald als de grote vernieuwing, is eigenlijk Bacons levenswerk. Het betreft de algehele hervorming van de hele wereld door de vernieuwing van alle kunsten en wetenschappen. Dat is dus nogal wat. Het is een plan dat Bacon opstelde voor onze tijd en toekomstige tijden, met name het Waterman- of Aquarius-tijdperk dat op het punt staat te beginnen. Hij zegt dat het een absolute noodzaak is voor de verdere ontwikkeling van alle kunsten en wetenschappen dat deze op een nieuwe basis geplaatst worden. Hierbij is dan ook de vernieuwing van de mens zelf een voorwaarde. Er wordt wel gezegd dat de werken van de grote Engelse schrijver en dichter William Shakespeare ook geschreven zijn door Francis Bacon. Is dat juist volgens jou? Ja, dat is zeker juist. Na uitgebreid onderzoek ben ik tot die conclusie gekomen. Alleen al uit de uitgebreide levensbeschrijving in het boek vinden we de bevestiging hiervan. Bestudering van 6 andere kandidaten voor het auteurschap van het Shakespeare-werk maakte me duidelijk dat alleen hij de wijsheidstradities zoals het Platonisme, het Neoplatonisme, het Hermetisme, de Kabbala en het Christendom als basis voor zijn werk gebruikt heeft. Het basis voor het Shakespeare-werk en al het werk dat hij onder zijn eigen naam geschreven heeft. William Shakespeare is eigenlijk dus pas één van de pseudoniemen van Francis Bacon.
Ja, even terugkomend op die wijsheidstradities. In die periode van de 16e, 17e eeuw had je ook de opkomst van de beweging van de Rozenkruisers, die zich heel sterk bezighielden met allerlei wijsheidsstromingen. En er wordt ook wel gezegd dat Francis Bacon de grootmeester was van de beweging van de Rozenkruisers uit de 17e eeuw. Klopt dat volgens jou? Is dat juist? Ja, ook dit is naar mijn mening juist. De Rozenkruisersmanifesten passen helemaal in het grote vernieuwingsplan van Francis Bacon. In deze manifesten vinden we ook, weliswaar gesluierd, gebeurtenissen uit Bacons eigen leven. Bacon is ook bezig geweest met het stichten van vrijmetselaarsloges en Rozenkruiserscolleges in Engeland en op het Europese vasteland. Hij werd ook wel Francis Rosicross genoemd. Vader Rozenkruis, de leider van de Rozenkruisersbroederschap. Dat klinkt allemaal heel interessant. Ik heb het met veel belangstelling gelezen, het boek. Welke mensen zouden het mysterie rond Francis Bacon volgens jou beslist moeten lezen? Nou, in de eerste plaats mensen die geïnteresseerd zijn in mysterie. Dan mensen die belangstelling hebben voor geschiedenis. Want de geschiedenis van die periode in het boek verschilt wezenlijk van die welke we in de geschiedenisboeken vinden. De nieuwe feiten over William Shakespeare maken het boek voor liefhebbers en kenners van Shakespeare zeer belangwekkend. Ook voor geïnteresseerden in Francis Bacon biedt het boek vele nieuwe feiten. Ten slotte is het voor vooruitstrevende wetenschappers belangrijk kennis te nemen van Bacons ideeën over de vernieuwing van de wetenschappen in de toekomst. Dankjewel, Jaap Rüsseler. Dankjewel voor dit gesprek over het mysterie rond Francis Bacon. Ik hoop van harte dat heel veel mensen het boek gaan lezen en daar zich net zo laten door verbazen als ik. Het boek is te koop in boekwinkels, online en offline, en ook bij de distributeur rozenkruispers.com.